En het is, ja, wat zal het zijn, nog een kleine 20, 25 minuten totdat Sinterklaas aankomt. En we gaan hier dit, ja, tot 1 uur, kwart over 1 ongeveer, de sfeer voor jullie proeven. Voor de mensen die denken, ja, het is toch te koud buiten. Wij gaan zo meteen alvast eventjes langs de kant kijken hoe de sfeer eraan toe gaat hier in Spijkenisse. We staan hier vlak bij het water en je ziet het ook als we een beetje met de camera draaien. Het wordt steeds drukker hier. Er komen mensen ook allemaal op de brug ook hier aan op in de haven van Spijkenisse. En ondanks het weer is het gewoon hartstikke gezellig hier zo. Er wordt gezellige muziek gedraaid en ook alle vlaggetjes worden hier uitgedeeld aan de kinderen. Dus het is hier super gezellig. En zometeen gaan we over naar verslaggeefster Kaylee. Want Kaylee die staat als het goed is langs de kant om ja, een beetje de sfeer te proeven. Wat verwachten de mensen van de intocht van Spijkenisse? Dus we gaan nog heel eventjes kijken naar wat mooie sfeerbeelden hier langs de kant. En dan zien we zometeen Kaylee langs de kant. Wat zie jij er cool uit vandaag? Ja! Jij bent een hele coole Piet. Ja! En heb jij er een beetje zin in? Ja! En waar kijk jij het meest naar uit? Naar Sinterklaas. Ja? En als je Sinterklaas ziet, wat ga je dan doen? Dan ga ik misschien wel even... Dan ga ik mijn schoen zetten. Wauw, een kleine Sinterklaas. Wat ziet hij mooi uit. Dat gaat helemaal de goede kant op. En een mooie Piet. Ja, dus nog even volhouden. Ik ben een roze Piet. Ja, roze, wat mooi. Ja, bijna hetzelfde. Ja, bijna hetzelfde. Ja, jullie passen. Oh, Sinterklaas! Sinterklaas komt bijna aan. Je ziet het hier in Spijkenisse. Mocht je net inschakelen, live de Sinterklaasintocht van Spijkenisse. Ondanks de regen, misschien kunnen we een heel klein beetje hierin draaien. Moet je kijken hoe vol die kaders hier staan. Allemaal enthousiaste mensen. En hiernaast ons staat natuurlijk ook de burgemeester die Sinterklaas gaat opwachten. Want het zal nog maar een aantal minuutjes duren voordat Sinterklaas hier zal arriveren. Kom op, allemaal roepen nog Sinterklaas! Hallo. Sinterklaas! Hallo! Ja, daar komt hij hoor. Ik zie de boot. En ik zie Sinterklaas. Kijk eens, Sinterklaas staat helemaal voorop. Sinterklaas! Ja, ik ben er haast, hè. Sinterklaas! Ik ben al in de haven, maar nu nog even naar de burgemeester. Ja, ik zie hem al staan. Daar is Sinterklaas. Ja, kijk nou eens. Wat fijn dat u er ook bent. Van harte welkom Sinterklaas in het mooie Spijkenisse. Wij zijn zo blij. En mag ik kijken, wilt u zien hoeveel kinderen hier staan, Sinterklaas? Ik had er niet verwacht, want het is heel slecht weer. Maar ik vind het geweldig dat ze met zoveel toch zijn gekomen. En dan hoop ik dat ze straks ook meegaan naar het winkelcentrum. We staan hier naast de burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Nissewaard. Sinterklaas is aangekomen. Hoe is dat voor u? Ja, heerlijk. En het was zo spannend of hij zou komen. Want we hebben staan wachten. Gaat de brug wel open? Is de boot er wel? En ondertussen regenen het maar en harde wind. Maar hij is er. En ondanks die barre weersomstandigheden, toch heel de kade vol. Dat moet een goed gevoel geven als burgemeester, denk ik. Ja, absoluut. Want er zijn heel veel kinderen gekomen. Het was natuurlijk spannend met dit weer. Of het allemaal wel zou lukken. En of het ook allemaal te organiseren viel. Maar ze zijn allemaal gekomen, de kinderen. Sinterklaas heeft er zin in. En nou zorgen dat ze meid er niet afwaait, natuurlijk. Hè? Nee. En ik zie ook dat u inderdaad gezellig met alle inwoners ook in gesprek bent. Allemaal complimenten over deze intocht, neem ik aan.
Tuurlijk, de kinderen zijn blij, de ouders zijn blij, de opa en oma's zijn blij. Iedereen verwacht toch dat we hier opnieuw weer in Spijkenisse, in deze mooie nieuwe wijk hè, die ontwikkeld is en nog verder gebouwd wordt ook, dat we hier natuurlijk Sinterklaas met alle EK'ers die daarbij horen ontvangen. En ook de Pietenband is er, we hebben zelfs een glutenvrije Piet dit jaar. Nou, we gaan dadelijk nog lekker een rondje door het centrum rijden, dus een hele leuke dag. Op de kade en toevallig loopt hier net de band hier langs. En ja, die spelen al de hele tijd bijna aan één stuk door allemaal leuke liedjes. Dus, ja. Hallo Piet, gaat het goed allemaal? Ja hoor, hallo. Een beetje slecht weer hier in Nederland. Ja, ja. Het is een beetje regenachtig. Hoe was de reis hier naartoe? Nou, erg onstuimig. Onstuimig. Ja. Maar gelukkig wel zonder slag en stoot aangekomen. Ja, helemaal, super. Helemaal. Heel veel plezier vandaag, Piet. Dankjewel. Dit was de Sinterklaasintocht vanuit Spijkenisse, vanuit een regenachtig Spijkenisse, maar dat maakte niks uit voor de sfeer, want het stond helemaal vol hier op de kades. Bedankt voor het kijken naar deze ja, toch regenachtige intocht, maar leuke en sfeervolle intocht.